Goedemiddag in Nijenveen, de laatste dag van de feestweek. Die onder andere al een aardig optreden, in tweevoud zelfs, heeft opgeleverd van Mooiwark. Een optocht die helaas een klein beetje in het water viel door een onverwachte dikke regenbui. Maar voor de rest een heel prettig verlopen feest. Met vandaag op de laatste dag ook de jaarmarkt en braderie. Door tot een uur of half negen staan diverse standhouders, natuurlijk van commerciële aard en ook verenigingen uit Nijenveen, weer traditioneel in de Dorpsstraat opgesteld. En daarvan kunt u de komende minuten getuigen. Zijn. Moeilijk, hè? Nee, ja. Nee, nou. Oeps. Je maakt me wel zenuwachtig. Af. Amen. Nou, gewoon doorgaan, joh. Nou, zullen wij in de tussentijd eens even wat aan de juffrouw van de Rabobank vragen? Wat voor spelletje is die meneer hier nu vruchteloos aan het proberen? Die is een spelletje, het bibberspel noemen we dat. En wat kan je daarmee winnen? Dan kun je hele mooie kaarten winnen voor de theatervoorstelling in de Meente, het Rabo Meente Theater. Dus als je hem helemaal rondkrijgt? Als je hem helemaal rondrijdt en je bent de snelste, dan hebben we voor de eerste drie mensen een prijs en voor de jeugd ook drie prijzen. Geef eens een indicatie, hoe snel moet je zijn en hoe foutloos? Nou, er is nog maar twee mensen die het helemaal gelukt is, dus er is nog genoeg kans voor de rest. Genoeg kans voor de mensen die nog komen. Mag ik jullie een prettige braderie wensen? Ja, dankjewel. Ik zie dekbed overtrekken voor zover het oog reikt. En daar weet jij alles van. Ja toch? Ik weet er alles van, ja. En je verkoopt ze ook vandaag op de braderie? Oh, dat verkoop ik ook nog een keer. Hoeveel soorten heb je bij benadering? 5, 6. Ah, kom. Hoeveel motieven? Een paar honderd, denk ik. Al 200. Toch wel, hè? Ik kan het een beetje uithouden, want de warmte die speelt denk ik nog wel wat mensen part, hè? Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ja, toch wel, hè? Lekker in de schaduw. Echt wel. Ideaal. Af en toe een biertje erbij. Ik moet terugrijden. Ai, dat is dan weer een nadeel, hè? Ja. Waar naartoe? Naar Groningen. Kijk, dat is een mooi eindje. En dan helemaal naar Nijenveen gegaan. Ja, anderhalf uur. Och, net te doen, hè? Ja. Zeg succes vandaag, hè? Dank je wel, hè? En de meneer bij die prachtige kreet, dat is deze meneer. Wat verkoopt u vandaag op de braderie? Spelcomputerspellen van de Nintendo, PlayStation en Xbox. Kijk eens aan. Samgames.nl. Hoe zegt u? Samgames.nl. Nou, dat is toch niet te missen. Dat kan je niet missen. Al een boel aanloop gaat vanmiddag, ondanks heel de warmte. Heel veel jeugd, ja. Is het jeugd voornamelijk wat bij u koopt? Jeugd en jongvolwassenen. Ja? Ja. En zeg maar echt ouderen? Nee, zeg maar in onze leeftijdscategorie die denken van die spelletjes, dat is allemaal leuk, maar niet aan mij besteed. Een enkeling. Toch wel, ja. Hè? Ja. Wat loopt nou het beste? Zijn dat de spelletjes, zeg maar, gewoon gezelligheid of pief, paf, poef? Ja, pief, paf, poef. Toch PlayStation wel, vooral. Ja, toch wel, hè? Ja, dat gaat het allerbeste. Zit het nou ook zo, tenminste ik hoorde het wel eens zeggen, met PlayStation, ik zit er niet zo heel erg in, maar als je die oude games hebt, kun je die ook nog op nieuwe console spelen of wordt dat lastig? Is wel de bedoeling, maar de nieuwe console die moet nog uitkomen, dus het is nog even afwachten. En dat is dan natuurlijk weer de rage onder de ware liefhebber, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, succesvolle braderie gewenst in Nijenveen. Dank je wel. Dat zal wel lukken, denk ik. Nee. Klappen? Ja, klapbaar. Klappen hier? Ja, inderdaad. Nee, dat is een andere. Oh ja, hier kunnen we ook nog even heen. Ja, gaan we hier nog even heen. Nee, niet. Oh, dat gaat een beetje. Ja. Ik zie je zo ineens op de oprit opvallend veel dames. Rara, hoe kan dat? Ja, dat is de outlet van Mistral. Hè? Ja, de outlet van Mistral. En wat kunnen mensen hier onder andere tijdens de braderie krijgen, kopen? Nou, vooral leuke swimshorts. We hebben verschillende soorten t-shirts, polo's voor dames en voor heren. En bikinis. Oh kijk, bikinis. Ik bedoel, dat moeten we natuurlijk ook even geheel in beeld. Dan moet je daar niet meer gaan staan. Nee. Doen jullie dit al langer of is dit de eerste keer op de braderie? Nee, dit is de eerste keer dat we meedoen. En, nou, ik vind het gewoon een hele leuke gelegenheid om het een keer uit te proberen. En zeker voor zomerkleding een ideale dag, hè? Helemaal goed, ja. Ik wens jullie veel succes. Hartelijk dank. Heb je daarmee verder? Ik wil daar eens in. Mag ik even vragen, waar ben je precies mee bezig? Is dat een haarstukjes en zo erin zit? Of extensions? Verder extensions. En,
hebben ook gewone extensions. Dit zijn veertjes. En die veertjes die zitten aan een of ander stukje metaal of zo, heb ik daar zo straks voorgelezen. Hoe werkt dat precies? Klopt, dat doe ik. Het veertje doe ik in een ringetje en het ringetje knijp ik dicht. En hoe lang blijven die dingen zitten? Ik hoop heel lang. Minimaal 2 maanden moet wel lukken. En dan zie je er helemaal als nieuw uit. Kijk toch eens aan. En vind jij het ook mooi? Ja. Kijk eens aan, daar doen we het voor. Is dit, als ik vragen mag, is dit jullie stand? Ja, klopt. En wat hebben jullie hier zoal liggen, behalve die hair extensions? Zij staat hier voor de kapsalon en ik hier voor de pedicure. Met andere woorden, ze kunnen van top tot teen bij jullie terecht. Precies. Pedicure salon hier ook in Nijenveen? Ja, pedicure. Nou, zeg maar waar. Bij Bonnet, schoonheidssalon Bonnet. Aan de Dorpsstraat. Alsjeblieft. Succes ermee vandaag. Ze ziet er allemaal zo mooi uit. Hey. Wat een weekend, hè? Niks, helemaal niks. Nou, mevrouw, heeft u prijs? Of, helemaal niet. Niks. Zeg, heeft u prijs? Zeg maar 0-0. 0-0. Gaat dat de hele dag zo hier of valt nog wel mee? Nee, 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 nee. Het is niet allemaal 0-0, hè? Nee hoor. Echte schoelers zijn erbij, hoor. Al doen de leren, hè? Dat doen we met stijl. Bijna 3 kans. Mag ik even vragen van wie is deze reuze Sjoelbak? Geen idee, dan moet je even naar Lucas gaan. Die weet het wel. Die weet het wel. Ja, maar voor wat voor club is deze? TOG. Ah. Dat is de Versang. En daar bent u ook van? Daar ben u ook lid van, ja. Is dat gezellig? Dat is heel gezellig. Absoluut. U neemt toch niks op? Ik neem het op, meneer. Dat komt ook nog op televisie. Het is een unieke club. Ja. Ja. Want? Nou, sfeer, gezelligheid. Wanneer oefenen jullie altijd? Maandagavond. Maandagavond. En ook 1 keer per jaar een uitvoering, voorstelling? Ja, kerstconcert. Betere werk. Ik heb een interview. Het is heel belangrijk, hè? Interview, hè? Ho, ho. Het is voor televisie, heren. Een kraam vol met mooi spul en een kraam vol met dames. En dit zijn de dames. Dat zijn de dames van TOG. Ja, warme dames. Zeker, de zangdames van TOG. Warme dames hoor ik net vertellen. Want het is hier wel een bezoeking vandaag, geloof ik. Hè? Bezoeking. Ja, dacht ik al. Hebben jullie al leden gescoord? Of, Het halve dorp is al lid. Het halve dorp is al lid. Ze hebben wel veel leden. Zeg maar, de uitvoeringen en de voorstellingen worden goed bezocht hier, geloof ik. Hè? Want TOG bestaat al sinds mensenheugen is bijna. 80 jaar, kijk, dat bedoel ik. Hè? Jullie zingen zelf ook mee? Ja, natuurlijk. Ik doe een gokje, het is net geen sopraan meer, of wel? Ja, wel sopraan, ja, nu ook niet. Nee. Ja, een beetje schat. Sopraan, sopraan en al. Kijk, succes dames vandaag. Nou, ik zeg dames, dat smaakt naar meer. Wat de knippertjes. wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Wij verkopen knippertjes voor SOS Kinderdorpen. Kost ze 1,50 en het gaat linea recta naar het goede doel. Kijk, dat is we beter. We hebben met 15 mensen gebakken. Mm-hmm. En het hele dorp is er druk mee geweest. En wat is nou gezellig, het opeten of bakken of alle twee? Nee, alles. Toch wel, hè? Het hele proces. En zeg even voor de goede orde, SOS Kinderdorpen, wat houdt dat precies in? SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen die geen vader, geen moeder hebben, toch in een warm gezin kunnen opgroeien met meerdere kinderen. En dat, dat is bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, daar is een moeder en die heeft 10 kinderen bij zich. En die hebben het heel gezellig met z'n allen. Kortom, jullie doen op afstand goed werk. Wij doen op afstand goed werk en we hebben het nieuwe Nijenveense kookboekje. Oeh, laat hem even zien, ook in beeld. Nijenveen. Vers van de pers, tweede Pinksterdag is die uitgekomen op een feestelijke manier. En nu is hij voor €10 te koop en dit gaat ook allemaal naar het goede doel. Wat is het belangrijkste recept dat erin staat? De crisispannenkoeken. Ik vind hem zo mooi, hè. Wat stop je daar allemaal in? Laat in de crisispannenkoeken, dat is gewoon pannenkoekenbeslag met een klikje hutspot, boerenkool of stampot andijvie. Ja. Dat hussel je door elkaar en maak je lekkere pannenkoeken van. En op een of andere wonderlijke manier smaakt het dan ook nog lekker. Ja, en is je op een wonderlijke manier toch in dit kookboekje gekomen. Helemaal subliem. En het gaat om dit boekje.
De Rabobank. U kunt daar ook met een spelletje meedoen. Een zeer bijzonder spel schijnt het te zijn. En daarmee maak je kans op twee voorstellingskaarten. En de grote staarhaald aan de hand. Wilt u een spring kunt huren en andere leuke dingen voor een feestje of een evenement? Ja, de grote vraag. Wie is de man achter de grote helm? Ik ben Joachim Bouwknecht van Rijschool Foka uit Nijenveen. En ik geef dus motorrijles, autorijles en aanhangerrijles. En vandaag dus op de warme motor? Vandaag op de warme motor. Het is wel heel warm. En af en toe een aantal misschien toekomstige leerlingen op de motor. Een stukje rijden hier. Heb je een boel mensen gehad die dat even geprobeerd? Ja, ik heb er een aantal gehad, ja. Vinden ze het toch wel mooi, denk ik. Ze vinden het hartstikke mooi. Alleen, het is wel heel warm, want je moet natuurlijk wel een pak aan, helm op en dergelijke. Wat is het, was de belangrijkste kick voor een heleboel mensen van juist op een motor gaan zitten en niet in een auto? Ja, de vrijheid. Ja. De vrijheid om je heen en de wind voelen. Echt genieten van de natuur, zeggen ze ook vaak. Ja. Hoe zit dat met de lessen van motor? Als je al autorijles hebt gehad, is dat nog redelijk snel te doen? Ja, over het algemeen zijn ze wel een les of 15 nodig. En, je moet natuurlijk twee keer examen doen en bijzondere verrichtingen. En wat houdt dat in? Een achtje draaien, bijvoorbeeld, wat ik net een beetje liet zien, alleen tussen pionnen. Maar bijvoorbeeld ook een uitwijkoefening of een remoefening. Er zijn 12 oefeningen en die moet je allemaal wel beheersen. Dus het gaat wel om de vaardigheid en om wat je weet van het verkeer? Ja, ja zeker, zeker. Want zo'n motor is nog wel even wat anders dan een auto, hè? Ja, dat is heel wat anders. Het heeft maar twee wielen, hè? Ja, zo gaat dat, hè? Ja. Zeg, ik wens jou een bijzonder goede tijd op je Kawasaki-motor en natuurlijk ook met de rijschool. En nog een warme dag in Nijenveen. Ja, dankjewel. We zien een mooi bordje met geologische en biologische curiosa uit Drachten. Ja. En wat voor meneer hoort daarbij? Er hoort Jan Zijlstra uit Drachten bij. Hoe komt u zo aan dit soort activiteiten? Dat moet toch uw interesse hebben? Ja, ik ben amateurgeoloog en ik heb 20 jaar geleden dit bedrijf opgezet. En dat bedrijf, dat betekent dat u boeken over schelpen verkoopt, maar ook de schelpen zelf. Ook gedeeltelijk wat u zelf vindt of wat u zelf importeert, of hoe gaat dat? Ik heb het helemaal geprofessionaliseerd. Zo, ja. Doe maar. Gelijk als de oude aarde. Ja, ja. Die zit in de winkel. Uh-huh. En ik doe aan ambulante handel. Ja. Dat is het verschil. Ik zwerf daar, ik ga naar de klanten toe. En de oude aarde moet maar afwachten tot de klanten Naar hun komen, ja. Juist. Wat voor materiaal kan men hier aantreffen? Want ik zie er ongeveer de halve zeebodem liggen lopen. En dingen uit de tropen, dus tropische schelpen, koralen, zeesterren, krabben, kreeften, tanden, kaken, alles wat legaal is. Ja, wat legaal is, dat is belangrijk om te zeggen, denk ik. Gezette vissen, ja. Geweldig. Koralen, dus ja. Het is een fraai assortiment, moet ik zeggen. Een fraai assortiment. En de ene markt dan verkopen veel van. Ja. Dat is het risico van ambulante handel. Vandaag moet het nog een beetje bij. We praten wel over Nijenveen, meneer. Ja, wat wil je met 30 jaar? Dat bedoel ik. Het nodigt niet altijd uit, hè? Ik kom hier al bijna 12 jaar. Oké. Okay. Maar het is wat beter dan dat. Ja. Maar misschien dat vanavond, als het afkoelt, dat mensen dan wat bij zinnen komen. Ik wens u veel succes. Ik dacht maar. Ik weet niet hoe verder bij als het verder is. Ik zal eens even de uitvoering van de stemmenplan. Waar gaat het over? Hoe vind ik dat? Ja, dan ga ik even kijken op internet wat er nou over gestemming is. Er wordt met reden dat al bijna 4 jaar, maar je wordt op een gegeven moment gewoon een stemmingsplan. Dag 2. Wie wil 1 en 2? Nou weet je niet. Koop je die? Dat je zelf zegt. Hey, maar hier, ik heb er al 4 bij je. Goed kijken. Die kan toch? Die kan toch ook wel? Ja! Wat voor dingen? Nummer 3! Eindelijk!
kop aan! Voor het eerst een kerk gepakt. Ja. En ik was er vanuit gegaan voor de eerste kerk. Ja, oké. Maar ja, je moet natuurlijk ook... Volgens mij bent u druk bezig om de prijsvraag aan te prijzen. Ja, dat moet ook wel, want we hebben de bekendheid hard nodig in de Stichting Barbara. Ja. En wat doet de Stichting Barbara precies? Nou, die heeft één keer in het jaar een boekenmarkt voor de buitenkant van de hervormde kerk in Nijenveen. Die moet een beetje onderhouden worden en er is een hoop geld voor nodig uiteraard. En wij, onze stichting die probeert dat voor elkaar te maken. En door het genereren van geld met het boekenverkoop. Markt met 10.000, 15.000 boeken, platen. En dat is altijd op de derde zaterdag van april. Behalve het aanstaande jaar, want dan is het, valt het net in de paasweek, is het de tweede zaterdag van april. Maar we hebben net een nieuw kindje gebaard. Dat is de www.stichtingbarbara.nl en daar staat alles op. Dus, ja. Daar kunnen mensen ook terecht voor alle benodigde informatie. Ja, daar kunnen ze alles vinden wat ze weten willen. Kijk, zo moeten we dat hebben. Maar u staat hier vandaag niet alleen, want ik zie ook de heer Wisseling staan. Ook in bekende Nijenvenen. Oh, bekend. Ja, zeker wel. Ja. De Stichting Barbara, op hoeveel mensen drijft die ongeveer? Wij zijn een bestuur van 7 mensen. En daarnaast hebben wij 120 donateurs. En die zijn gul met hun gaven, om eens een bekend woord te gebruiken. En die ondersteunen ons van harte. En daar zijn we ook erg blij om. Wij kunnen per jaar zo om en nabij de 5.000 euro beschikbaar stellen. Op afroep, dat wil zeggen, men vraagt, kunnen jullie ons daarin ondersteunen? Dan bekijken wij of het een reële aanvraag is. En dan steunen wij wel of niet. En wij werken dus low budget, 7 mensen, vergaderen thuis, kost niks, 2 keer per jaar. Geven wij een eenvoudig periodiek uit, waarvan 1 gesponsord wordt door een Nijenveener. Kijk, u ziet, het is een geweldig... Veel meer low budget, no budget kan het niet, maar het is wel leuk. Dat zie ik aan alle kanten. Ja, dat is een geweldig gebeuren. En het goede doel is uiteindelijk de buitenkant van de kerk aan de Dorpsstraat. Ja, plus dan nog het kerkhof daarachter. Er komt mogelijk binnenkort een aanvraag voor een bankje. En dan zeggen we prima. Een stukje rust in deze ingewikkelde maatschappij, dat is helemaal goed. En als je het nog een keer bezinning wilt noemen, dan mag dat ook. En zo houden jullie Nijenveen mede mooi. Dat dacht ik. Alsjeblieft. Succes ermee. Dankjewel, Bert. We dachten al even aan lege stand, maar dat valt mee, want ik zie er ook 2 dames achter staan. Precies. Jullie zijn van buurtzorg. En wat is buurtzorg precies? Begin maar even bij jou. Dat is een kleinschalige thuisorganisatie. En we zitten in Meppel. En wij komen bij de mensen thuis die ziek zijn. En wat is het voornaamste wat jullie doen? Is dat verzorgen of ook echt verpleging aanbieden? Ja, allebei. Verzorging en verpleging. We hebben ook een tak huishoudelijke hulp. Mm-hmm. Dat heet buurtdiensten. Dus... Ja, dat gaat allemaal via de ANWBZ. Ja, dat was de vraag. Op wat voor manier kunnen mensen van jullie gebruik maken? Ja, ANWBZ. Ja, dus als mensen interesse hebben en belang hebben bij dit soort diensten, dan nemen ze contact op met jullie en dan wordt het in ieder geval een gedeelte vergoed. Als ze bellen naar Meppel, onze 06-nummer, dan krijgen ze meteen een verpleegkundige of een ziekenverzorger aan de lijn. En dan kunnen we meteen de zorg inzetten. Kijk, dat is betere werk. Ja. Even een andere mevrouw natuurlijk ook, anders komt u niet in beeld. Kunnen we niet hebben. Ja, maar dat is jammer. Jullie staan hier de hele dag op de braderie om natuurlijk wat naamsbekendheid te genereren. Ja. Hoe zijn de reacties op jullie heel diensten? Heel positief. Ja, heel positief. Kun je merken dat er behoefte is in deze tijd aan juist zo'n zorg als jullie bieden? Ja, en vooral het kleinschalige wat wij bieden. Mm-hmm. We zijn een kleine organisatie. We komen met niet meer dan 6 verschillende collega's bij de mensen thuis. En dat is wat ze graag willen hebben. Kortom, je houdt het persoonlijk. Ja, ja. En we doen heel veel in samenspraak, wat de cliënt wil. En wij dringen niks op. Nee, maar dat wordt heel prettig ervaren. Kan ik me goed voorstellen. De stand is goed vol, zie ik wel, met diverse leuke hebbedingetjes en noem maar op wat allemaal. Van ballonnen tot pennen. Zelfs een klomp vol met pennen. En wat wil je nou nog meer? Een Gerbera natuurlijk. Wat zegt u? En een mooie Gerbera voor de klant. Dat bedoel ik. Die krijgen ze meteen al mee. Precies. Alsjeblieft. Zeg succes gewenst. Ja, dank u wel. We zien hier zomaar een viertal heren zitten. En volgens dat viertal heren zoom ik nu in op de voorzitter van de club. Nee, niet de voorzitter. Nee, waar is de voorzitter? Waar is de voorzitter? De buitengewoon voorzitter bij deze benoemd van de club. Nee. Zeg het eens, u bent van de Skieler en IJsvereniging. Dat klopt, ja. En wat houdt dat allemaal in? Nou, wij hebben dus een prachtige mooie ijsbaan, hier even schematisch weergegeven.
Ja? Met in het midden de skilerbaan sinds 2000. Oh, dat mag niet zeggen, want dat is een vraag van de vragenlijst. Ja, ja, ja. Daar gaan we er geen mening over doen. Nee, nee, nee. En wij gaan na de zomer gaan we hier nog een mountainbikebaan aanleggen. Dat je een ideale combinatie hebt van. Van die mountainbikebaan hebben jullie al een soort maquette neergelegd, ja, waar het ongeveer worden gaat. Die mountainbikebaan, dat moet een uitbreiding van jullie activiteiten worden, want naast zeg maar het ijswerk, dus in de winter, en het skileren willen jullie ook die tak van sport gaan adopteren. Het ligt een beetje in het verlengde, denk ik ook, hè, van veel activiteiten op de skilers en op de schaats, want veel trainingen zijn volgens mij ook hetzelfde gericht, hè, van dat soort sporten. Skieraars die mountainbiken ook, die schaatsen in de winter. Die combinatie is heel logisch. Jullie zijn een redelijk boeiende club, begrijp ik, want jullie hebben ook aardig wat leden. Wij hebben heel veel leden, ja. Ja. En ook in mum van een tijd is dat gegroeid tot een redelijk aantal. Ja, oké, we hebben al heel veel ijsclubleden. En sinds een jaar of vijf inderdaad nu bij de skielerclub, we hebben nu ongeveer ook 170, 180 leden. Dat schiet mooi op. Dat schiet mooi op, ja. De plannen voor die hele maquette met het MTB gebeuren, dat doen jullie ook voor een gedeelte, denk ik, uiteindelijk in samenwerking met regioverenigingen. Want er zijn meer clubs die dat ook allemaal ambiëren, maar jullie gaan het realiseren. Wij gaan het realiseren, ja. We zijn in gesprek met een aantal fietsclubs uit de omgeving die inderdaad dan een avond in de week de baan komen gebruiken. Maar ook met een mountainbike team, een professioneel team, wat één keer in de week om te trainen. Het wordt dus echt een winteraccommodatie, omdat ze in de zomer gaan ze wel naar het bos toe, in de winter. Dat willen ze ook met verlichting ook kunnen trainen. Want dat is de grap natuurlijk, jullie hebben straks een compleet verlichte baan met alles erop en eraan, zodat je het hele seizoen door kunt trainen. Ja. Subliem. En dat allemaal aan de Schuurmansweg in Nijenveen. Dit zo. Wie had dat ooit gedacht? Wij wel. Ja. Maar nu de omgeving er nog aan, hè? Die geloof het ook wel. Zeg, veel succes hier met de club. Dank je. Nou hoor ik hele smerige geluiden, Arie Strijker. En waar komt dat allemaal uit en waarom is dat? Dat klinkt een beetje valse informatie voor mij. Want? Het heeft niks met het riool of met de wc-pot te maken, zeg maar. Dat is uitgesloten. Nou, ik geef de mensen een kleine hint, maar of ze zelfs op verkeerde been zetten, dat is weer een ander verhaal. Maar jullie doen dit spelletje niet voor niks, want je laat een raar geluid horen en dan moet er wat gebeuren. Dat moet zeker wat gebeuren. Maar dat heeft te maken met een proces voordat wij wat in de bakkerij kunnen doen, zeg maar. Als dat proces niet plaatsvindt, dan kunnen we de winkel door de mensen goed dichter laten zetten. Aha. Dat is het. En het spelletje gaat er dus om, als mensen raden wat het is, dan kunnen ze bij jullie een leuke prijs winnen tijdens deze jaarmarkt. Correct, ja. En de prijs is? Het is geheel gratis en je kunt een navigatiesysteem ermee winnen. Okay. En onder de juiste inzenders wordt de juiste WhatsApp maar uitgeloot. Volgens mij heb ik nou een fantastisch shot, want ik heb twee generaties Strijker in beeld. Dat is heel bijzonder. Jij bent hier van de ambachtelijke bakkerij in Nijenveen en inmiddels de derde generatie die dat ambacht beoefende. Zeker weten. Nieuwe producten hebben jullie natuurlijk ook, want een nieuwe rage is onder andere het gezonde brood, spelt en noem maar op wat. Ja, de spel en de gezondheid speelt steeds een grotere rol. We hebben ook elke donderdag en elke vrijdag spelbrood. En vanaf dinsdag tot en met zaterdag verschillende soorten meer graan, of fijn volkoren, of grof volkoren en gewoon tarwebrood en zo. En toch wel de mensen gewoon steeds specifieker naar de gezondheidsaspecten, zeg maar. Dat is wel belangrijk. Een voorbeeld van spelbrood, dat is geloof ik ook dat mensen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen, die kunnen spelbrood wel hebben. Hè? Ja, dat is correct, maar daar hebben we een folder van in de winkeling. Maar het spelbrood is niet helemaal glutenvrij. Nee. Het is oergraan. Het is eigenlijk een brood, zeg maar, dan zonder tarwe. Ja, ja. Zonder tarwe. Is dat het brood is toch gewoon helemaal op zichzelf. Het is totaal iets nijs. Is dat ook anders bakken voor een bakker? Of, Wij maken spelbrood van 100% spelt, zeg maar. We voegen niet met bloemen aan anders wat toe. We doen gewoon. We hebben een soort mix is het, zeg maar, van een bakkerij, een grondstoffabrikant, en daar voegen we een beetje water en gist aan toe en dan draaien we het. En dan bakken we het af in de oven en enkele uur later ligt het in de winkel. Gewoon top vers. Verser kun je niet krijgen? Absoluut niet. En dat in Nijenveen, mooi. Dat in Nijenveen, zeker weten. Loopt het leuk vandaag met deze warmte? Ik ben niet ontevreden, zeg maar. Vorige was ietsje beter, maar nu ben ik ook al even driekwart van de handel is er alweer erin. Dus, een brede lach op gezicht. Ik ben een tevreden man. Zeker weten. En zo is het.
Oké. Okay. Smakelijke suggesties genoeg, want we zien de kraam helemaal hartstikke vol liggen voor lekkere dingen. Onder andere voor bij de koffie. En ik wens je nog een succesvolle avond. En wel genoeg. Hartstikke leuk. Succes gaat met uw programma. Hè? Komt goed. Thank you.